deze korte SketchUp video. Mijn naam is Maarten en ik geef al jaren SketchUp les en dat wil ik graag ook met jou delen. Wat heb ik hier? Ik ga het hebben kort over de vrije vorm, oftewel de freehand tool. Zorg dat je versie 2023 of hoger hebt als je dit later kijkt. Hoe hoger de versie, hoe beter deze tool werkt. Hij bestaat al heel lang, maar hij is echt wel een beetje beter geworden. Wat doet hij? Nou, dit is eigenlijk de enige tool waarmee je moet slepen. Dus ingeduwd houden en loslaten als je klaar bent. En dan gebeurt er dit. Kijk, als ik nu ga slepen. Zo. Kijken of we een of andere lompe olifant kunnen maken. Hopla, daar is die. Ik heb alleen gesleept en zodra ik terugkom bij het startpunt, dan maakt hij dit. Kan ik dit pushpoelen? Ja hoor, de P van pushpool erbij. Kijk eens, dat wordt toch meteen een prachtige, wat is het eigenlijk? Een prachtige tekening. Dus dit werkt sowieso al heel erg fijn. En je ziet, als ik nu plat aan het tekenen ben, dan blijft die plat op de grond liggen. En als ik op een vlak aan het tekenen ben, dan zal die op dat vlak blijven staan. Zo, kijk maar. Zo. Zie je? En hier ook. Maar als ik nou meerdere dimensies in mijn tekening heb zitten, dus als ik nu, nu is die 2D en ik ga er een vorm in maken zodat die een beetje driedimensionaal wordt. Zo. En ik ga nu de freehand tool pakken. Dit is vanaf versie 22 dat dit werkt, versies daarvoor doen dat niet, dus upgraden. Als ik nu ga slepen en ik kom deze vorm tegen, kijk wat die doet. Hoe mooi is dat? Kijk. En weer naar beneden, een stukje. Zo, en als ik dan mijn potloodjes paraat heb, dan kan ik daar leuke kleurtjes aan geven. Laten we een stukje groen doen. En hier ook. En laten we een stukje rood doen, oranje. Oranje. Hartstikke fijn. Zie je, je kan de kleur gewoon scheiden door hier de freehand tool eroverheen te laten lopen. Echt een hele leuke tool. Dus ga eens bedenken, waar ga je die nou voor gebruiken? Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik wens je een hele mooie dag. Een hele mooie avond of nacht. Geen idee wanneer je dit kijkt. Ik wens je alle goeds en graag tot de volgende video. Doeg!